zware jongen wat ginger dan? Wat zit je er na zo'n vuur moest te babbelen alleen? Ze hebben op volk geschoten, moeder. Geschoten nogal? Wie dat, hè? Aan de politie, de gendarme. En zijn er ten deur? En de ginger doe je gekwetste, door ondervragen en kingen. De soldaten werden binnengevraagd. De klas van 87 is al binnen en ze pijzen dat de die van 86 ook zal opgeroepen werden. Och, heerlijk god, maar dat is de klas van Camille. Als hij ook maar niet opgeroepen wordt. Hij zal zeker opgeroepen worden als de problemen blijven dienen. En de problemen zullen blijven dienen, zolang dat de bazen onderwijs van het werk ook geen voldoening geven. We zijn er onder de ziek van heel ons leven lang. Wij hebben rustig broed, gelijk als slaven te blijven werken. Wij willen recht, wij willen een deel van hetgeen dat we zelf maken. En hou op mijn stachter niet, het is dat we gaan uitgeven. 104, vijf onder duur. Vijf tot de doel. Oh, gij twaalf, twee kasten, blieft, twee. Onze vader zal dan niet doen, want we komen. En hij weet je dat hij is nou hoor. En zo van een pap mogen het zo van herrie gezet. Ligt hij gaat het liever weg zijn, zodat we weten en zin dat dat gebeurt. Kijk, ze lijst niet naar ons zitten en onze vader te leen. Omdat er weer een vrede zouden komen. We zouden beter allemaal naar onze vader leen. Skitcher, nu uit, moeder. Had ze nog wat voor rechtvaardigheid bestond, hè. Het is onder als een griebeldaan op de wereld kunnen gebieden. Kluif niet meer in haar hoofd. En dat is geen leraar van der Wemenske. Oh, gij twaalf, zwijgt. Hoor je nog een over onze huisroepen? Ik heb er die gezet, ons hier zal wat straffen. Oh, gij stond nog weer vandaag dat dossier. Man, zwijg, dat is wel een keer die ze maken. Kijk, wat is dat hier? Waarvoor zitten hij allemaal te zagen en te schreeuwen? Waarvoor zit hij daar te lezen, moeder? Hij moet in het gekijf van Akker doen, dus het waar dat het een beetje overdreven is. Omdat hij in de gazet gelezen heeft dat de gendarmse gent op het werkvolk geschoten heeft. Waarom moet hij vroeger zo de mens kiezen? Omdat godeloos en vloekers zijn die andere plicht niet willen doen. Ah, godeloos, verdomme, wat is dat nou? Is dat nou reden van de mens een dood te schieten? Hé, mokker, dulle, en doe toch de moeite niet van met de kwezel erover te spreken. Hij weet ook dat ze niet anders kan kloppen als van een patser en van een kijk. Ah, verdomme, godeloos, heeft dat nou uitgehuurd? We zouden beter doen van daar met mensen dood te schieten. We zouden beter doen van al dat mensen te betalen voor al onze arbeid in plaats van erop te schieten te smijten. Dat is geen dag, zeg. Hoe zit hij daar, moeder? Wel geneed? Zie je ja, graag wel. Ik vind Jake alles is geneed. Maar weet je wat erna bezig? De Frank-Pieter heeft hier geweest met een brief op Camille als dat mij hem binnen moet. Ik? Wat is dat in ons dat juur? Ah, vind het troepel dat er nou meer is en met dat werkvolk in Hensch? Godverdomme, ja, dat juur. Dat is dit volle aan het werk. En moet je dan rechts voor is dat brief komen? Ja, hier, jongens, die dek, ik weet ook niet wat er erop staat. De Saint-Pieter heeft het op een zijde. Miljarden, miljarden, miljarden. En allemaal werk van blijft niet. Waarom schieten ze dat ik voor de meeste keer niet doe? Dat is hoe ze moeten schieten, vader. Op de grote fabrikant en de welke proprietarissen. Op de sloepers, op de zwerven dat we werken, om de mensen om te schieten. Als die koning kwam, zou het opgedaan zijn. Zou het verdomme kanons en verf op de handen komen, het straf is. Ik schiet niks genoeg, jongens. Zo, vader, ga dat samen met een arme boer, ga dat samen met een arme werknemers. Ga dat samen met een arme werknemers op het schieten. Ja, godverdomme. Ik zou het verdomme kunnen wachten op de smerige lichaams. Mijn vader, ik loop thuis, dat zet ook niet aan doen. Zeg, jij had het bezig met werk en bemoeid met affaires. Allee, vader, en ik zei dat het schande is van op de ene weg naar te schieten. En ik zei dat Camille een lafaard en een moordenaar is dat hij op de ene weg naar schieten. Ga je het zwaar alsjeblieft? Op het werkvolk? Je spreekt er nog op het werkvolk? Ik spreek al naar sloepers en naar lichaams en er van werken. Van de dij spreek ik gewoon met jou. Vader, de meisje zijn in staat gegaan omdat ze niet genoeg won om ervan te leven. Terwijl de grote fabrikant en de ruiker proprietarissen niet weten wat gedaan, het geld dat ze voor ons er verdienen. De meisje vragen niet beter als van te meewerken, want ze mee niet uitgewerkt werden, om voor de meeste schandelijke fortuin mee te gaan. Ik weet ervan te spreken, zei vader, ik weet wat dat armoede aan is. Ze hebben mij van mijn werk beroofd omdat ik van mijn slavenarbeid 3 centime per uur beroeien in derde vragen. Ze hebben mij een darmoe gesmeten en ze hebben mij gedwongen om hier nodig rond om een stuk brood te komen bedelen. Terwijl dat ze nou wie en haar kinderen in haar ogen uit moesten gaan bedelen. Ah wel, vader, ik zou een keer willen weten wat hij zo doet. Moest de baron zo'n darmoe dompelen. Moest hij apart bij opslaan tot hem niet meer betalen kost. En dan zei hij wat doen en dan zei hij die werken voor een lonen van dat hij niet meer bestaan kost. Wat ik zou doen? Werken dan? Het is hier niet, het is ergens anders. Maar werk wat verdomme. En niet meekleuken. Hij dat hij wel het spiegel aan de kant is er één. Daar dus van jongens zijn gebrekkelijk been. Dat is naar werken. De derde zo'n niet reeks in lopen. Hij ligt aan het zijn. Vader, ik ben een leeghanger. Oh heer, ik heb toch niet. Er is hier al troep bij het kunnen winnen. Ja, hè, mijn leeghanger. Mijn leeghanger. En in een leeghanger wordt er al vrij, ik heb niks in te doen.
Zouden nu liever... Vader, je weet je heel goed dat ik van een boerenarbeid geen verstand heb, omdat ik het nooit geleerd heb. En je weet je heel goed dat een huisgieter geen boeren is. En dat je zelf niet meer verstand hebt van mij, als dat ik verstand heb van taal. Oh hier, alstublieft, toch is waar met de jongen. Nee, ik heb er geen verstand van, maar bij mij ook niet om het schoenen. Ik zou nog liever stront gaan rapen. Zo, vader, je wordt met beetje neer dat je mij een dag moet hier gegeven. Al wel, het is goed. Ik zou nog liever van honger graveren dan liever van de schoenen gaan. Wie moet het of ga wie? Vader, waarom moet jij rijden waar dan afverwijden, zodat je niet bij ons komt? Wil jij lekker afsmoelen? Er is niemand aan mij te commanderen. Weet jij dat? Nee, moeder. Ik ga wie? Rechts weer naar mijn kameraden en vechten voor hem. Jongen, toch niet weg. Zet, laat hem maar aan. En als op hem schiet, hij zal geen goed dag missen. En Camille schiet op de werkmensen niet, want je doet zo bij haar en broer kunnen schieten. Camille zal zijn plicht doen. Hij zal doen wat als zijn overheid hem commanderen. Maar zo gaan we zijn eigen broeren vermoorden. Wat mijn handmoeder, of zal ik niet gaan? Nee. En Camille zal de eerste rang staan van de werkstammen. Ik zal haar kennen. En het schiet boven deugen. Het schiet vooral op haar en broeren. Oh, het waren we niet. Allee, moeder, je zei rassen dan, maar we kunnen niet. Ja, vader, ik vind je vallen, dat is niet.